Lieve mensen, van harte welkom in Den Haag en dank dat u hier bent gekomen om uw stem te laten horen. Dat is niet alleen belangrijk, maar ook heel dapper. Want u weet ook dat alles wat u doet gevolgen heeft voor uw vrienden en familie heel ver weg hier vandaan. En dat is juist zo verschrikkelijk. Datgene wat de Chinese overheid doet, gevolgen heeft voor mensen hier in Nederland. Dat zou niet moeten kunnen. In Nederland buitelen we als overheden, maar ook met bedrijven over elkaar heen, om maar contact te leggen met China. Om de economische banden te versterken. Om geld te verdienen. En dat mag. Maar er is ook een andere kant in China. Een kant van schending van mensenrechten. Een kant waar geen vrijheid is om je religie te belijden, zoals je dat zou willen. Een kant in China waar je niet in vrijheid kunt leven. En die kant, die laten we in Nederland, in Europa, te vaak onderbelicht. En daarom is het goed dat u vandaag hier bent om dat te doen. Ik heb een hele stapel handtekeningen, met name van dappere mensen hier in Nederland gekregen, die aangeven welke familieleden zij missen. Met welke familieleden zij graag contact zouden hebben, maar dat niet kunnen of niet durven in het belang van die mensen daar. Ik vind dat verschrikkelijk. En daarnaast heel goed dat u dit toch aan mij heeft gegeven vandaag. Ik zal samen met mijn collega Bram van Ooyink van GroenLinks zal ik manieren zoeken waarop we dit het beste neer kunnen leggen, zodat het meeste resultaat heeft. Hebben we dit gelijk morgen opgelost? Nee. Maar gaan wij er morgen, ja vandaag, mee aan de slag? Dat wel. En via de contactgroep die zojuist met mij gesproken heeft binnen, zal ik ook u laten weten wat de vervolgstappen zijn. Ik ben Martijn van Helvert, ik ben lid van de Tweede Kamer voor het CDA. En u kunt mij altijd, het zij rechtstreeks via Facebook, het zij via de mail of via de contactgroep die net binnen is geweest, altijd benaderen voor nieuwe voorbeelden en om uw zorgen te delen. Elke dinsdagavond om 21 uur heb ik altijd een live sessie op mijn Facebook-account. U kunt er altijd uw zorgen en vragen delen en dan kan ik daar direct op reageren. En ik zou het heel fijn vinden als u dat zou doen, omdat dan zo ook alle mensen die meekijken zien dat dit een probleem is dat speelt en dat niet iets is wat heel ver weg in China gebeurt, maar wat hier in Nederland gevolgen heeft. Dus ik zou u ook van harte willen uitnodigen om aan die sessies deel te nemen op dinsdagavond. Veel dank voor uw komst en ik wens u ook heel veel sterkte. Dank u wel. Ja, wij willen ook nog bedanken dat u ons hebt tijd besteed en de actie te nemen. Ja.